Ja, dat klopt. We hebben inderdaad in samenwerking met het Caribbean C2C Society ondersteunen wij een project samen met het BNF. En dat heet Tiwel Anou. Dat betekent de kleine walvissen. En dat is een onderzoeksproject van 3 maanden. En daarin wordt er gekeken in een groot deel van het Caribisch gebied van nou, welke walvissen komen hier naar voren, welke dolfijnen, welke migratieroutes leggen ze af. En al deze informatie is ontzettend belangrijk, omdat we dan weten wat we in ons gebied hebben, welke soorten hier voorkomen, waar de hotspots zitten, hoe ze migreren en dat we ze dus ook beter kunnen beschermen. Hoe wordt dit soort dit onderzoek uitgevoerd in de praktijk? Ja, dat klopt. Het is 3 maanden lang en er komt elke 10 weken komt er een nieuwe crew aan boord. Er zitten een aantal vaste onderzoekers die zitten aan boord, maar we hebben dus, omdat er zoveel eilanden deelnemen aan dit onderzoek, komen er ook elke keer van de verschillende eilanden onderzoekers en lokale organisaties aan boord om deel te nemen. En die teams die wisselen zich dus de hele tijd af. Het is heel erg belangrijk dat dit soort onderzoeken nog meer gaan plaatsvinden, want we hebben heel veel informatie nodig om dus precies te weten waar die hotspots zitten, waar die migratieroutes zitten. En als we dat soort informatie hebben, dan kunnen we bijvoorbeeld gaan kijken naar onze regelgeving. Van, zijn er bijvoorbeeld bepaalde seizoenen waarin we bepaalde routes beter willen beschermen? Dat daar bijvoorbeeld geen schepen mogen komen, zodat die walvissen daar een veilige doorgang hebben. En daarmee is de samenwerking ontzettend belangrijk, omdat dus ook regelgeving tussen eilanden verschillend is. Dus we moeten gaan kijken, eerst alle informatie hebben, want hoe meer we weten, hoe beter we kunnen ze hoe beter we ze kunnen beschermen. En dan gaan we kijken naar de regelgeving, hoe we ze dan beter kunnen beschermen. Dus of we routes moeten sluiten, of er bepaalde ecotourisme bijvoorbeeld moet worden aangepast in bepaalde periodes. Rond sommige eilanden worden bijvoorbeeld nog steeds walvissen gevangen helaas. Hoe we daarop in kunnen spelen. Er wordt momenteel gewerkt ook aan een managementplan, dat daar duidelijke regelgeving voor komt. Maar gelukkig hebben we dus rond onze eilanden al een reservaat waar ze beschermd zijn. En waar we dus naartoe willen is om met andere reservaten in de regio goed samen te gaan werken. En de eilanden die er nog geen reservaten hebben, om die op een of andere manier te gaan linken aan onze beschermde gebieden. En walvissen zijn ontzettend belangrijk omdat zij een indicator zijn voor gezonde oceanen. Ze zijn belangrijk voor een gezonde visstand, dus voor de visserijen, maar ook voor ons toerisme. Je kunt bijvoorbeeld denken aan ecotourisme die naar onze eilanden komen om de mooie natuur te bekijken. We waren met 6 personen, 2 biologen, een kapitein, een communicatiespecialist en ikzelf dan de fotograaf. En dan zijn we einde van de dag zijn we vertrokken in ruige weer. En de eerste hele nacht moesten we door en via Dominica naar Guadeloupe, 2 aardjes omhoog. En dat was heel ruig. Ik ben niet zo gewend aan een boot. En dan ga je echt omhoog en naar beneden, naar links en naar rechts. En dat is wel even wennen. Maar uiteindelijk ging dat helemaal goed, maar wel een nieuwe ervaring. En zo kwamen we eigenlijk bij Guadeloupe aan en daar begon het onderzoek. Dus op zoek naar cetaceans, dus dat zijn de walvissen en de dolfijnen. We begonnen met de dolfijnen. Die hebben we best vaak gezien. En het is super gaaf om te zien hoe, als ze gaan jagen, hoe snel ze gaan. En dus dat meerdere soorten ook. Ik denk 4, 5 soorten dolfijnen. Maar nog geen walvissen, nog geen potvissen. En dat duurde en dat duurde. En we vervolgden onze trip naar Montserrat, naar St. Kitts en Nevis en Stacia en Saba. Want dat was ook een belangrijk deel van het onderzoek, om naar de Saba-bank te gaan. En waarom? Omdat het deel uitmaakt van Jerari, het Jerari Sanctuary. En dat wilde bijvoorbeeld het Wereld Natuurfonds wilde dat heel graag weten. En er zat ook een dame, Ayumi zat aan boord, die woont op Saba. Die is daar de biologe. En die wilde graag weten, zitten daar potvissen? En na een tijdje gevaren te hebben, kwamen we eerst een pygmy killer whale, dat is een hele kleine orka, tegen. En verderop in de nacht, daar kwamen ze, daar hadden we eindelijk de potvissen. En die hebben een coda, dus dat is een manier van praten in de familie. En dat is, ja, het is 1, 1 en dan 1, 2, 3. Dan is dat de ene familie. En dan heb je er ook nog een familie, die is 1, 2, 3, 4, 5. Dat is de andere familie. Die hoorden we daar dus ook, maar dat is een eigenlijke groep die normaal gesproken bij Dominica zit. Dus vandaar weten we nu dat ze dus ook bij Saba komen en dat ze heen en weer trekken. En misschien nog wel hoger, maar daarom is het dus heel belangrijk dat we onderzoek kunnen uitvoeren
naar dat gedrag. En nu was het maar een heel klein onderzoekje, want het is eigenlijk net als in een donkere kamer. Je schijnt een keer met je flashlight, met de zaklamp. Ja, en dat is het. Het is echt een momentopname. Het was de bedoeling om ook met de drone te werken en onder water. Alleen op de Franse eilanden mag dat dus niet. Heb je misschien een speciaal moment gepakt? De dolfijnen voor mij. Maar de dolfijnen, ik denk dat het een groep van 200 ongeveer was. En die gaan jagen en dan gaan ze zo hard met z'n allen. En dat is echt wel heel gaaf om te zien. Maar natuurlijk zijn de potvissen ook leuk. Alleen het zijn zulke grote walvissen. Het is 16 meter lang. Alleen je ziet maar een heel klein stukje. En dan doen ze... Pff, dan blazen. En dan gaan ze weer naar onder. En dan zie je wel de staart. En daaraan herkennen ze dus ook de potvissen. Of überhaupt walvissen. Dan kunnen ze zien bij welke familie die hoort. En het bleek dus ook dat die familie van de Dominica, die is al heel veel onderzocht. En dan weten ze precies wie is. Dat is wel heel cool om te zien. Dit onderzoek is heel belangrijk voor de walvissentrek. Ze moeten eigenlijk, je hebt nu Yarari Sanctuary. Dat loopt bij Stesia, Saba en hier. Bij de eilanden, bij Bonaire. Dat is een heel groot stuk grond of water beschermd. En dat zou eigenlijk uitgebreid moeten worden om die walvis gewoon één veilige tocht te kunnen geven. Zodat je de scheepvaart bijvoorbeeld, ja, misschien kan het iets verlegd worden. Iets naar boven, iets naar beneden. Tuurlijk moet je je producten krijgen aan land. Dus de boten moeten er langs. Maar misschien kan het iets minder. Dat ze iets korter in het vaargebied of in het zwemgebied van de walvis. Dat zou wel heel fijn zijn, maar daar hebben we nog heel veel onderzoek voor nodig. De expeditie waar wij mee zijn geweest, die loopt nu nog tot half augustus. En dan zal het volgend jaar weer starten, het programma.